8500 mensen in koelen bloeden vermoord. Het gebeurt 25 jaar geleden in en om het stadje Srebrenica in Bosnië. Een Nederlands VN-bataljon dat de vluchtelingen had moeten beschermen staat machteloos. Wat ging daar allemaal mis? Part of the job of judgment is over. In 7 korte journaals reconstrueren we hoe het kon gebeuren. Vanaf vanavond, direct na Nieuwsuur op NPO 2.